Beste Amazon-leeuwen, welkom bij een nieuwe video. En in deze video gaan we bespreken waarom jij zou moeten starten met het verkopen via Amazon. Er zijn nog een hele hoop twijfels bij het starten op Amazon. En toen ik zelf begon, had ik zelf die twijfels ook. Namelijk, uh, werkt Amazon nog wel? Uh, hoeveel geld heb je dan nodig als je wilt starten met Amazon? Wat is een goed startbudget? Allemaal dat soort vragen kwamen bij mij in het begin ook omhoog. En omdat die twijfels er zijn, heb ik vandaag een video voor, voor jullie, namelijk de vijf redenen. Waarom je zou moeten starten met Amazon om jullie te helpen om deze twijfels weg te nemen? Even kort om te beginnen, voor de mensen die mij nog niet kennen: ik ben Jasper Leeuw en ik verkoop al via Amazon sinds 2018. Ik ben het YouTube-kanaal gestart omdat er nog een weinig goede informatie online stond. Over het verkopen via Amazon. En op mijn kanaal vind je hele transparante en eerlijke video's. Die dus ook een eerlijk beeld geven over het verkopen via Amazon. Dus ga vooral eens mijn YouTube-kanaal bekijken. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je deze video aan het kijken bent. En bijvoorbeeld een goede video die je alvast kunt kijken na deze video. Is bijvoorbeeld: hoeveel geld heb je nodig om te starten? Met Amazon. Die video zit ik hier ook rechtsboven neer. Dus ga die vooral na deze video kijken. Maar nu om te beginnen gaan we gelijk starten met de vijf redenen waarom jij zou moeten starten met Amazon. Nou, de eerste reden waarom jij zou moeten starten met Amazon is omdat op dit moment de markt harder groeit dan ooit. Zoals jullie wel weten, hebben we de afgelopen, laten we zeggen anderhalf jaar, een vervelende periode gehad. Of voor veel mensen was het in ieder geval een vervelende periode, eh, waarin er een hele hoop is veranderd op het gebied van online en offline verkopen. Door die hele situatie zijn een hele hoop vooral oudere mensen soort van gedwongen om online te gaan bestellen, ook omdat ze bang waren voor eventuele besmetting of iets dergelijks. Dus daarom moesten ze wel online gaan bestellen en zeker die oudere doelgroep. Uh, die moesten dus één keer online bestellen, terwijl ze dat eerder misschien niet deden. En daardoor zagen ze ook hoe makkelijk het eigenlijk is om iets online te bestellen. En zijn die mensen ook overtuigd en blijven ze ook zeker na deze situatie nog online bestellen. Omdat ze nou eenmaal zien hoe makkelijk het wel niet is. En dat het ook echt wel werkt. Zoals je ook hier in het artikel voor mij kunt zien: Amazon profits increased nearly 200% since the start of. Nou ja, ik ga het niet voorlezen, want dan krijg ik misschien gezeur met deze video. Maar je, het, je snapt het bericht. Het is gewoon heel hard vooruitgezien zo, gegaan, zoals je ook hier kunt zien. Je uh, ziet hier bijvoorbeeld: Amazon-founder Jeff Bezos has seen his net worth soar. According to numbers from USA Today, Bezos' net worth in March 2020 was 113 billion. As of November, the 65-year-old CEO is valued at over. 203 billion dollars. Zoals je kunt zien. Het is dus echt heel hard vooruit gegaan. En ik zal ook even het artikel in de beschrijving zetten. Als je nog even verder wilt lezen. Over hoe groot die groei wel niet is geweest. Maar ook alleen hieraan al kun je zien dat dat überhaupt de hele e-commerce, maar ook zeker Amazon, nog lang niet is uitgegroeid. En dat steeds meer en meer mensen de voordelen ervan gaan inzien. En daarom is het ook zeker voor jou een reden om nu in te stappen, zodat je er in ieder geval nog op tijd bij bent. En dan nog jij nog je eigen inkomen kunt opbouwen met Amazon. De tweede reden waarom jij zou moeten starten met Amazon, is dat Amazon een relatief makkelijk businessmodel is. Nou, om een voorbeeld te noemen: op Amazon wordt alle opslag, levering en klantenservice voor jou uit handen genomen door Amazon. Als je dus een traditionele webshop zou opstarten, dan zou je zelf. Sowieso je hele website moeten bouwen. Je zou de levering al moeten regelen met een extern fulfillment center. Uh, je zou klantenmails heel vaak moeten beantwoorden, want heel veel gezeur met retourtjes, dat soort dingen. Retourtjes moet je ook allemaal zelf regelen. Nou, allemaal dat soort dingen komen bij een traditionele webshop kijken. Bij Amazon wordt het eigenlijk allemaal uit handen genomen. En bovendien, het allermooiste is natuurlijk. Amazon heeft al betaalde klanten. Jij hoeft dus niet met advertenties bezig te zijn om klanten naar je website te halen, dat soort dingen allemaal. Nee. Jij moet gewoon een goed aanbod creëren wat je op Amazon online zit, zet. En op dat moment komen er al klanten naar jouw pagina toe. Dus dat is wel echt een heel groot voordeel aan het Amazon business model. Kijk ook bijvoorbeeld eens naar de studenten die ik zelf heb geholpen. Dat waren echt geen mensen met uh, voorafgaande saleservaring. of überhaupt dat ze een online bedrijf hadden gehad. Nee, dat zijn gewoon complete beginners die mijn stappen volgen. en uiteindelijk die stappen implementeren. en daardoor de resultaten behalen. En. Dat is voor jou hetzelfde. Jij bent niet anders dan zij, zij zijn niet anders dan jij. Je kunt gewoon starten met Amazon. Je moet gewoon de juiste informatie hebben. Die geef ik je ook zeker op dit kanaal. En voer die stappen gewoon uit. En dan zul je zien dat de resultaten ook bij jou zullen komen. Dat is echt de magie van Amazon en ook de kracht van Amazon omdat zij al betalende klanten hebben. En het enige wat jij hoeft te doen. is die klanten overtuigen met je aanbod. De derde reden waarom Amazon zo'n mooi businessmodel is. is omdat het relatief makkelijk op te schalen is. Het is namelijk zo dat Amazon. Uh, hun eigen opslag, levering en klantenservice heeft. Tenminste, zoals ik zei. dat nemen ze voor jou uit handen. En daardoor hoef jij niet actief bezig te zijn met jouw pakketjes. Kijk, stel dat jij eh, helemaal vanaf nul zou beginnen en je wilt bijvoorbeeld via een, je eigen webshop, webshop wat gaan verkopen, dan zul je ook misschien wel zelf je verzending moeten doen. Of in ieder geval met een external fulfillment center moeten werken. Waardoor je dus ook veel meer werk hebt aan het verzenden van al die pakketjes. En dat hoef je dus allemaal niet te doen. En of je nou 100 of 1000 pakketten verkoopt, je merkt daar geen verschil in hoeveel werk je erin stopt. Dus dat is echt. ...de magie van Amazon en hoe hard het ook kan groeien. Want dus als je even op de ene dag van 10 pakketjes per dag verkopen... ...naar 100 pakketjes per dag verkopen gaat... ...merk je daar gewoon helemaal geen verschil tussen. Want Amazon doet het allemaal. En je krijgt alleen maar natuurlijk de verzendkosten voor je rekening. En de winst komt natuurlijk ook binnen... Het mooie is ook dat je bij Amazon al met 1000 of 2000 euro kunt starten. Ik zeg altijd liever richting de 2000 euro. Maar als je echt, echt graag wilt starten, zou je ook eventueel met 1000 euro kunnen starten. Uh, dan wordt het wel allemaal wat moeilijker. Maar je kunt al met een heel laag, relatief laag bedrag starten. Je moet ook wel nagaan als je dit geld niet eens ervoor over hebt. Ja, is het misschien ook niet helemaal voor jou weggelegd. Dat is niet erg, maar besef je wel: dit is een echte business die je gaat starten. En 1000 tot 2000 euro is echt een heel laag bedrag. Om jouw eigen business op te starten. Maar het kan wel op Amazon. En dat is ook omdat je dus je product online kan gooien. en hem dus daarna heel makkelijk kunt gaan schalen. Want op het moment dat je natuurlijk voor 2000 euro aan producten hebt ingekocht. je zet ze online op Amazon. je merkt dat de sales binnenkomen. dan ga je geld verdienen. en dat geld kun je opnieuw herinvesteren in diezelfde producten. Waardoor je dus steeds meer en meer geld gaat verdienen. en misschien zelfs je producten kunt gaan uitbreiden. nog wat extra producten online kunt gaan gooien. En zo kun je misschien met 1000 of 2000 euro beginnen. Iedere keer je winst herinvesteren. Als je er dus slim mee omgaat, kun je uiteindelijk zelfs richting de 5, 10.000 of misschien zelfs wel uiteindelijk 20.000 euro per maand aan winst overhouden. Dus dat is het mooie van Amazon. Het is heel erg schaalbaar. Uh, en dat is ook zeker een reden waarom jij zou moeten starten. Dan alweer de vierde reden die ik voor jullie vandaag heb. En dat is dat je locatie onafhankelijk bent. Het is niet zo dat je bij Amazon elke dag naar je kantoor hoeft of op locatie aanwezig moet zijn om je producten aan de klant te geven of iets dergelijks. Nee, je hebt online je webpagina op Amazon zelf, je eigen productpagina. En daar overtuig je de klant. En die hoef je maar één keer te schrijven en dan overtuig je de klant. Natuurlijk moet je hem misschien later wel een beetje aanpassen, maar dit kan allemaal digitaal. Je hoeft nergens aanwezig te zijn. Ook bijvoorbeeld bij het schieten van foto's. Dan zou je misschien zeggen: van, hé, hey, maar daar moet je wel bij aanwezig zijn. Nee, dat hoeft niet. Je kunt je product simpelweg naar een buitenlandse fotograaf sturen. die goede foto's levert. Die stuurt de foto's uiteindelijk digitaal naar je toe. en je kunt ze online zetten. En zelfs al zou je de hele wereld overreizen. zou je eventueel ook nog lokaal naar een fotograaf kunnen zoeken. want die zit natuurlijk over de hele wereld. Dus er is zoveel mogelijk wat betreft locatie onafhankelijk zijn. Eigenlijk het enige wat je nodig hebt is een laptop met een internetverbinding en dan kun je iedereen bedienen, want zelfs jouw verscheeper die kun jij aanspreken dus de producten van China naar Amazon verscheept, die kun je aanspreken digitaal. Je kunt alles in de Amazon omgeving regelen qua levering, maar ook als je eventueel toch nog een klantenmailtje hebt, kun je die ook via Amazon omgeving beantwoorden. Met andere woorden, alles is digitaal en dat is het mooie en magisch magische aan Amazon. Dat is niet zoals het bij een traditionele business ging. Vroeger moest je echt een kantoor hebben, je moest mensen aannemen, je moest misschien fysiek zelf aan de slag. Dat hoeft allemaal niet. Het is allemaal digitaal en dat is ook zeker een reden waarom jij zou moeten starten. Want je kunt het allemaal ook naast je baan opzetten en ook over de hele wereld. Dus wie weet, maak jij uiteindelijk wel die mooie wereldreis nadat je je Amazon-business hebt opgezet. Of zelfs neem je een helemaal een tussenjaar en ga je al in met Amazon. Dat soort ambitie vind ik persoonlijk heel gaaf om te zien. En wie weet, na het kijken van deze video, gaat er iemand zoals jij daar wel mee aan de slag. Dan de laatste reden waarom je zou moeten starten met Amazon. En dat is omdat ik altijd zeg dat Amazon een stapje in het ondernemersleven is. Het is namelijk zo dat als je wilt beginnen met ondernemen, voor heel veel mensen is het heel erg moeilijk. Inclusief mezelf trouwens. In 2018 ben ik zelf dus ook gestart. Ik zat echt met die vraag van, ik wil graag ondernemen, maar waar begin ik? Het is zo breed, er is zoveel te leren. Maar met Amazon kun je echt een mooie start maken, want het is een relatief simpel businessmodel. Zoals ik zei, je hebt al klanten, je hoeft alleen een sterk aanbod te maken. Alles is online gewoon te vinden, te leren, zoals op mijn kanaal. Je kunt het allemaal leren. En daarnaast is het zo dat je in eerste instantie al een beetje cashflow gaat opbouwen. Want als je al een product online hebt staan op Amazon, als je die eenmaal online hebt staan dan zal er inkomsten, zullen de inkomsten binnenkomen en dat zal dus al een eerste cashflow zijn. En zonder cashflow kan je niet investeren, zonder cashflow kan je niet je baan opzeggen. Dus dat is heel erg belangrijk aan het begin van het ondernemersleven. Plus je gaat toch al wel een beetje de basis skills zoals marketing, sales, allemaal dat soort skills, ga je het wel leren door je eerste Amazon product online te zetten. En dat gaat je ook zeker helpen in het ondernemersleven. Als je uiteindelijk een mooi inkomen hebt opgebouwd met Amazon, zou je daarna nog allemaal andere dingen kunnen doen. Je zou meer aan branding kunnen gaan denken. Je kunt misschien je hele merk zelfs van Amazon afhalen. Er zijn zoveel mogelijkheden daarna nog mogelijk. Maar zonder het simpele businessmodel van Amazon was je misschien nooit gestart. Dus dat is wel even iets heel unieks aan het Amazon businessmodel. En zoals ik net ook al een keertje zei, heb je dus geen gigantisch startkapitaal nodig voor Amazon. Je kunt al met relatief weinig geld starten en het naast je baan gaan opzetten en uiteindelijk kun je dus stapje voor stapje meer en meer gaan verdienen met Amazon en steeds minder gaan werken en uiteindelijk zelfs helemaal je baan opzeggen. Nou, als je dat nou interessant lijkt, als jij zelf ook voor jezelf dat Amazon bedrijf wil gaan opbouwen, dat stapje wil zetten, in het ondernemersleven. Dan raad ik jou aan om eens even in de beschrijving van deze video te kijken. Want daar staat een gratis stappenplan over het verkopen via Amazon. Je kunt deze dus gratis downloaden. Die heb ik zelf helemaal geschreven, speciaal voor jullie. Dus ga daar zeker eens naar kijken. Want dat is gewoon, dat zijn eigenlijk letterlijk de eerste stapjes in het ondernemersleven. Het is gratis. Ga er gewoon mee aan de slag. Want als je wil dat er iets verandert. Als je richting die vrijheid wil groeien, dan zul je zelf wel actie moeten ondernemen. Want als je niks gaat doen, dan zal het altijd maar blijven bij dit soort video's kijken, maar nooit echt resultaat boeken. Dus ik raad je aan, download dat stappenplan, het is gratis. Dan ga je echt actie ondernemen, dan zul je zien dat er stap voor stap, dat je dichterbij zult gaan komen bij die vrijheid die je eventueel wil, of misschien die reis die je eventueel wilt maken, doordat je dat passieve inkomen aan het opbouwen bent. Nou, ik hoop dat de boodschap duidelijk is. In ieder geval, vergeet niet te abonneren, op, deze, op dit kanaal. Laat ook zeker even een duimpje omhoog achter. Op deze video. Dat zou ik in ieder geval heel erg waarderen. Mocht je nou nog bepaalde twijfels hebben of vragen hebben over het Amazon Business model, ik ben er voor jullie. Dus laat vooral hieronder in de reacties een reactie achter. Een vraag achter. Ik beantwoord elke vraag die er komt. Dat kun je zelfs nakijken. Dus laat vooral je vragen achter. Er zijn geen domme vragen. En dan wil ik als laatste nog zeggen: heel veel succes bij het starten van jouw Amazon-avontuur. En dan zie ik jou in de volgende.